Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Ja, Rebecca is op vakantie deze week. Dus daarom heb ik deze weekvlog overgenomen. Ja, als je wil weten wat we deze week gedaan hebben, kijk snel verder. Bella vindt alleen in de paddock niet het allerleukste idee van de wereld. Ze vindt mij ook echt heel stom nu, omdat ik eigenlijk alleen maar sta te filmen. Maar ja, Elise gaat er daar uithalen, dus ja, moet ze gewoon even geduld hebben. Bel staat in de trailer. Die staat in de trailer, helemaal alleen. We gaan even naar het strand. Maar we moeten wel opschieten, want... Ja, het wordt zo gewoon donker. Oké, daar gaan we dan. We gaan richting Engeland. Ah, grapje, we gaan de stad zonder. We zijn op het strand aangekomen. Ik heb ook mijn korte broek aan, want ik ga er niet op, maar ik ga ernaast lopen. Omdat het kan. Ja, er staan nog best wel veel auto's. Vind je het spannend, Bel? Eerst maar even door de slagboom. Zoals je net kon zien, vindt Bella de zee niet heel geweldig. We gaan het gewoon volgende keer nog een keer proberen, denk ik. Ja, ging prima toch? Nee, dat is wel goed. Ze gingen in ieder geval de zee in. Ja. Ik heb vandaag Verona hier naast me staan. Hallo. Hey, hallo Verona. Kom eens hier. Ik moet even een keer mijn sleutelbos opruimen. Ik zie het al aan de hoofd dat ze er heel veel zin in heeft. Jawel, toch wel. Ik zit ondertussen op Bella. Ik heb gewoon afgezadeld. Bella opgezadeld. Ik ben nu aan het instappen. Nou, ik heb hier een doosje. En er zitten vitaminespuiten in. Die gaan we eens even geven. Fauna krijgt een hele en de ponies krijgen allebei een halve. Wat? Dit ziet er echt heel vies uit. Ja, Corona vindt het, is het helemaal met je eens, zie je dat? Deze zacht. Ze vindt het echt heel erg lekker. Ze vindt het heel raar, dat kan ook. Wat doe je?
Supergirl. Wat? Wil jij wat lekkers hebben? Ja. Wil jij wat lekkers hebben? Ja. Ah boy, this is not going to be pretty. Oh. Wegloop, want wel vindt het schijnbaar niet zo leuk. Het is dat vitamine spuit. Dat moeten ze hebben, zodat de weerstand een beetje hoog blijft. Ik moet. En dan. Oké, in één keer bel. Wacht. Moet ik er vasthouden? Ik vind het niet leuk. Ponies doen wat de ponies doen. Gewoon lekker buiten staan in het zonnetje. De manegeponies die niet met kamp mee zijn, die staan nog in de wei daar. Die zijn lekker met z'n vijfjes. Klein clubpie. En ondertussen gaat Henja eindelijk ook even lekker rollen. Ja! Lekkere meisje. De Verona houdt de wacht. Nog een keer. Zo, en je zegt daar is een sinaasappel. Ik zie het heus wel. Hallo. Mij afschepen met brokken, daar is een sinaasappel. En ik lust hem. Geef me eten. Het is op. Je ligt, het is niet op. Het is op. Ja. Hé, hey, jij kan zelf je stal open doen, hè? Nee, je kan hem zelf open doen. Doe je dan? Oh. Dit is makkelijker, ja. En ik kan niet zo goed manen knippen. Jawel, het was gisteren mooi, maar ik had het nog helemaal van onder en boven geborsteld. Kijk, er komen allemaal plekjes uit. Ik had helemaal van boven en onder geborsteld en zo. En toen, ja. Zo ziet Verona er waarschijnlijk ook uit, want dat heb Christa ook geknipt. Ja. Ah, Stippie's lief. Hallo, Bart. Wat ben je aan het doen? Zitten. Even uitstappen buiten. Ja. Het zit toch lekker zo? Ja. Ik heb een beetje tandpijn. Ah, oké. Het is zaterdag vandaag. En vandaag is de dag dat ik op ponykamp ga. En ik ga even een paardje van het pand halen. Ik word hier een beetje aangevallen doorheen, hè? Want die heeft jeuk. Even kijken. Oh, nou oké. Okay. Ja. Hey.
Kijk, Henja die loopt altijd heel hard en Veronne loopt altijd heel langzaam. Auw, je schrok meteen. Oké. Ik ga even met twee handen lopen. Zo. Henja staat op stal. Ik zit lekker te eten. En Veronne, die zit even buiten aan het hek te wachten tot ik klaar ben met Henja de deken afdoen. En dan ga ik daarna Veronne op stal zetten. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als je dus meer wilt zien van deze week, dan staat er op mijn eigen kanaal, Kim's Paardenwereld, staat nog een weekvlog van deze drukke week. Want het was gewoon zoveel dat het niet, ja, dat het niet in één keer paste. Doe je vooral een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en hopelijk tot de volgende keer. Doei!